even. Google kan al ziektes voorspellen, maar daar zijn we in Nederland ook mee bezig. Startup Bluebee die spoort met hun software systeemafwijkingen in het DNA op. Nou, voor patiënten natuurlijk essentieel, want die zitten tegenover me. Weet je, die hebben net een broer verloren, die plotseling overleden is op een voetbalveld. Ja, en die willen natuurlijk weten van, goh, hoe komt dat nou? En heb ik dat ook, hè? Want die mensen leven dus eigenlijk met angst. Onzekerheid die 3 maanden duurde, maar DNA-onderzoek kan nu veel sneller, dankzij Bluebee, een spin-off van de TU Delft. We zijn hier in het Genome Diagnostiek Laboratorium van het UMC Utrecht. Genome Diagnostiek is een laboratoriumdiscipline die zich bezighoudt met het opsporen van erfelijke afwijkingen in het genoom, in het erfelijk materiaal. Op basis van afgenomen materiaal maken ze hier een blauwdruk van hoe het menselijk lichaam is opgebouwd. De bouwstenen van ons DNA worden hier in kaart gebracht. En dat is techniek die zich snel ontwikkelt. Met dit apparaat kunnen we in 1 dag zo'n 25.000 tot 50.000 bouwstenen in beeld krijgen. Dit apparaat is in staat om 150 miljard bouwstenen te bepalen in 1 run. En hoe meer gegevens er verzameld worden, hoe meer rekenkracht er nodig is om ze te kunnen analyseren. En dat is waar Bluebee in het verhaal komt. Wat wij krijgen van een klinisch geneticus is een krant die versnipperd is in miljoenen kleine stukjes. En eigenlijk is het onze taak om zo snel mogelijk die snippers weer op de goede plek neer te zetten. Het kan niet weken duren voordat je het antwoord aanlevert, maar dat moet binnen soms wel een uur gebeuren. Dankzij onze innovatie kan dat nu. En vervolgens kunnen wij die krant lezen, kunnen we zien wat er staat en ook vervolgens de spelfouten eruit halen. Bluebee maakt de DNA-analyse tot 10 keer sneller en dus hebben artsen sneller duidelijkheid. Je kan natuurlijk sneller de behandeling starten, je kan sneller zeg maar de familie inlichten en informeren over de aandoening. Nou, dat is vrij essentieel is dat. Vanuit Delft is Bluebee nu Europa aan het veroveren en de Verenigde Staten lonken.